Dit is de plek waar Rien de Koning en Gino Heren zijn ontvoerd. De zaak is tot nu toe nog een volkomen raadsel. Er gaan geruchten dat de twee actief zouden zijn in het drugsmilieu. Maar familieleden zeggen daar is geen sprake van. Gino heeft nog nooit zijn bekeuring gehad. Laat staan dat hij met het zwaardere werk bezig zou zijn. De politie bevestigt ook dat de twee geen bekenden zijn van justitie. Maar de zaak wordt natuurlijk wel hoog opgenomen. 40 man zijn erop gezet. Er is ook een inval gedaan in het nabijgelegen dorpje Kaam hier. Dus daar is niks bij aangetroffen. Maar voorlopig zullen we dus even moeten afwachten hoe deze zaak zich verder ontwikkelt.